In een vorige video bij aquariumhouden van A tot Z, hashtag 4 hebben we gesproken waar je moet opletten wil je jouw aquarium gaan plaatsen. We weten dus al waar we hem moeten plaatsen, maar nu moeten we alleen nog weten welk aquarium moeten we gaan kopen. Hoe groot moet hij zijn? Moet hij heel groot zijn? Moet hij heel klein zijn? Moet hij ergens daartussen zijn? Of hoe groot in godsnaam moet hij zijn? Een vraag die heel vaak voorkomt en ik ga jullie vandaag gewoon mijn eigen mening, mijn brut antwoord geven op die vraag. Mijn naam is Dominique Maas met mijn kanaal Spuling om zoveel mogelijk gratis we betrouwbare, hapklare en to the point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. En dus vandaag ga ik jullie proberen duidelijk te maken wat mijn eigen persoonlijke mening is over de grootte van het aquarium wat je zou moeten gaan kopen of wat naar mijn mening het meest ideale is om te gaan kopen. Deze video is eerder bestemd voor beginners, maar toch ga ik een aantal inzichten proberen. Duidelijk te maken naar iets verder gevorderde aquarianen, om ze ergens een klein beetje van een bepaald, idee fixe noemen wij het, een bepaald paardenkleppengedrag te gaan afhelpen. Als je die vraag stelt online, krijg je stevast het antwoord: hoe groter, hoe beter. Zonder dat daar meestal al te veel uitleg bij komt, en als er al uitleg bij komt, dan komt de uitleg van: want hoe groter jouw aquarium is, hoe stabieler hij is. En dat klopt volledig en perfect. Maar dat is één argument: één argument van de heel veel argumenten die meespelen in de keuze van jouw aquarium wat je gaat kopen. Het is in ieder geval een goed argument om die mensen die hun eerste aquarium ooit willen gaan kopen en die dat aquarium van 12 liter van 30 liter willen gaan kopen. Om het doet er niet toe welke vissen in te gaan steken. Vaak vissen die er simpelweg niet in thuis horen. Dus op dat opzicht is het een goed argument te gaan zeggen van kijk een groter aquarium is een stabielere leefomgeving en die stabielere leefomgeving zal het jou als beginnend aquariaan makkelijker gaan maken, makkelijker gaan maken... om jouw eerste aquarium goed en vlot draaiende te krijgen. Dus dat argument klopt absoluut. Hoe kleiner, hoe beter is absoluut het verkeerde antwoord. Naar mijn eigen bescheiding mening... alles wat minder dan 100 liter is... moet behandeld worden als speciaalbak. Als een item binnen de aquaristiek die een stuk meer ervaring of op zijn minst een stuk meer inspanning vraagt dan een aquarium van pakweg 100 liter. Een aquarium van 30 liter is moeilijk om te houden. Je kan er niet eender wat in steken. Het is heel onstabiel. Je moet rekening gaan houden met allerlei factoren van waterwaardes die je op veel frequentere basis zal moeten gaan monitoren dan in een aquarium meer dan 100 liter. Een klein aquarium, naar mijn mening minder dan 100 liter, is een relatief moeilijk aquarium om te houden. Zeker als beginner. Maar dan komen we bij de tegenovergestelde kant. De kant die zegt van hoe groter, hoe beter, want het is stabieler. En daar ga ik eigenlijk ook niet mee akkoord. En ik ga zeggen waarom dat ik daar niet mee akkoord ga. Als je als beginner, jouw eerste aquarium, waar je hoogstwaarschijnlijk nog echt niet zo heel veel van af weet. Daar met een aquarium komt te staan van 500 liter. Dan zal je jou heel snel mispakken aan het vele werk. Op zich valt het werk wel mee, maar ten opzichte van wat je denkt, je te moeten gaan doen. Het vele werk wat je er aan hebt, zal jou slaaf maken van jouw aquarium. Zal jou de hobby doen inzien als werken, als inspanning, als last. En dan heb je twee soorten mensen. Mensen die zeggen van, het is een hobby, voor een hobby moet je iets over hebben. En daar zijn nu eenmaal lasten bij, die de lusten, de leuke dingen gaan, gaan compenseren. Toch is een aquarium van 500 liter vaak voor beginners een last. Als je hen gaat vertellen dat ze elke week opnieuw 250 liter, bijvoorbeeld... 250 liter van hun water moeten gaan verversen, dan zijn die mensen daar drie uur mee bezig. Hun zaterdagochtend, zaterdagnamiddag, zondagochtend of zondagnamiddag is ingepalmd door die bak. En dan hebben we het alleen maar over waterwissels. Dan hebben we het niet over jouw planten gaan snoeien. Dan hebben we het niet over jouw bodem gaan afgeven. Dan hebben we het niet over jouw ramen gaan poetsen, jouw filter gaan poetsen. Of twee filters in het geval van 500 liter gaan poetsen. Er komen heel veel dingen bij kijken die als werk kunnen worden ervaren en die het plezier van bij de hobby kunnen wegnemen. Dus Hoe groter, hoe beter, klopt niet helemaal. We gaan een extreem voorbeeld nemen. Een beginner die daar plot staat met een aquarium van 1000 liter, zal heel snel de neiging hebben om daar van alles en nog wat te gaan en Ploppen van vissen. Meestal combinaties die niet echt helemaal lukken. Dan heb je gewoon 1000 liter ellende. En geen hobby van 1000 liter. Mijns inziens, een beginner, ergens tussen de 100 en de 300 liter, ergens tussen de 80 centimeter en de 1,5, is een heel goed start-aquarium, beginners-aquarium. Voor de gevorderden onder ons geldt dat ook. Je zou niet de eerste zijn die al jaren een aquarium heeft van pakweg 1,20 meter. En die zegt van, ik ga eindelijk mijn upgrade gaan doen. Ik ga eindelijk overgaan naar een aquarium die wat groter is. Ik ga zelfs een aquarium nemen waar ik heel veel mogelijkheden mee heb. Ik ga een aquarium nemen van 2 meter, 2,5 meter. Plots blijkt dat je daar veel meer werk aan hebt. En je zou echt niet de eerste zijn die al jaar en dag een aquarium heeft die het Absoluut niet erg vindt om een onderhoud te gaan doen, maar die plots bij die overschakeling naar dat grotere aquarium tot de vaststelling komt van oeps, ik heb veel meer werk. En uiteindelijk na een half jaar, een jaar stoppen ze met de hobby omdat er te veel tijd in gaat kruipen. Hoe groter, hoe beter. Ik ga niet akkoord met die stelling. Ik ben heel benieuwd wat jullie zelf denken van die stelling. Mijn stelling is dus: van 0 tot 100 liter is een speciaal bak. 100 tot 300, 350 liter is een goed, goeie, goed aquarium, zowel voor beginners als voor uh, gevorderden al. En alles wat meer is dan 300, 350 liter is eigenlijk ook wel weer een speciaal bak waar je op voorhand moet weten: er kluipt daar veel werk in. Laat weten hieronder in de comments wat jullie daar zelf van vinden. Gaan jullie akkoord met wat ik zeg of gaan jullie absoluut niet akkoord met wat ik zeg? Ik ben heel benieuwd naar jullie reactie. Rechts onderaan in beeld de ganse reeks aquariumstarten van A tot Z.